Ik hoor u al zeggen, wanneer kom je nou met een speelgoedreview? Ja, daar heeft u helemaal gelijk in, maar aan mijn kant is het ook een klein beetje crisis. Maar goed, ik heb dan toch mijn speelgoed eventjes nagekeken en een beetje op zolder heb ik gekeken, een beetje geschuimd en ik heb inderdaad wat gevonden. Uit mijn collectie heb ik hier de dynamische duo, of de dynamic duo, natuurlijk Batman en Robin, had u natuurlijk al lang gezien, van de Young Justice serie, van de tekenfilmserie, gebaseerd op de, of eigenlijk doorgebruurd, gebreid, van de Young Justice of Justice League serie. Maar ook een klein beetje van de animated serie, de Batman serie. U kent het wel, uit de jaren 90. En waarom zeg ik dat nou? Nou, de speelgoedlijn, en daar heb ik het nu over, is een beetje hetzelfde als toen. Toen kon je ook niet zo heel veel armen en beentjes bewegen. En met deze set is dat eigenlijk hetzelfde. Dat kan wel, maar erg gelimiteerd. Het zijn wel actiefiguren, absoluut. Je kan er absoluut mee spelen. Daar is het ook echt voor bedoeld. Het is voor jeugdigen onder ons. Maar ons volwassenen vinden het dan weer, ja, het zijn een beetje kleine beeldjes die je eventueel kan bewegen. Dat is het eigenlijk in het kort. Erg leuk is ook de verpakking. Op de zijkant zien we natuurlijk Superboy, Boy Wonder, Robin natuurlijk en Artemis aan de onderkant. En op de zijkant zien we ook weer het meisje waar ik even het naam niet van weet. En de jongen onder is natuurlijk Aqualad. Een hele leuke karakter vind ik dat trouwens. En Kid Flash. Dus eigenlijk de jonge versie van de Flash. En op de achterkant nog meer informatie. Of eigenlijk niet zo heel veel. Dus in ieder geval het verhaal, maar dat kennen we bijna allemaal. En de andere figuren die je eventueel wil gaan verzamelen. Als je ze kan vinden nog. Want ook de serie, deze Young Justice serie, is gecanceld. Is erg jammer, want ja, het begon juist goed te lopen. En erg leuk te worden. Maar helaas. Verkeerde keuze. Vind ik zelf dan. Maar goed, we gaan gewoon verder. Andere figuren zijn natuurlijk Ra's al Ghul en Cheshire. En Aquaman en Aqualad. The Flash en Kid Flash natuurlijk. En de grotere figuren zijn Robin, Artemis en Aqualad. Die zijn nogal prijzig trouwens. Goed, ik ga de verpakking gauw openmaken. En dan ziet u het nog meer van de figuren. Met deze verpakking ga je echt terug in de tijd. En wat bedoel ik daarmee? Het is heel erg simpel uit de verpakking te halen. Gewoon eruit klikken en je kan gelijk spelen. Of wat dan ook daarmee. Nu ik het toch open heb, zie je gelukkig de binnenkant. Niet zo heel veel bijzonders, maar het is misschien interessant hoor. Wat, kan toch. De achterkant is gewoon bruin. De figuurtjes dan maar. Ik begin eerst met Robin. Het is hier een beetje vol op tafel, maar goed. Ja, het is erg leuk gedaan. Er is heel veel aandacht aan besteed. Dat kunnen de jongens bij Martel wel. Klein is het wel, dat is inderdaad waar. Maar juist daarom is het zo knap. Alle details, als ze er überhaupt op zitten, die zitten er echt ook op. Als ze er horen te zitten dan. Net als Batman heeft Robin ook een riem met alle buidelzakjes erin. Dat is toch eigenlijk goed herkenbaar. Ook weer typisch van de tekenfilmserie. Wat ik erg mooi vind van de cape, dat is dat het over zijn schouder heen drapeert.
De cape zelf is natuurlijk weer van een zacht plastic gemaakt. En de kleur zwart is ja, vrij mat. Net als zijn haar trouwens. Zijn broek, nou wat minder. Maar, nou laat het zo zeggen, zijn broek niet. Die is weer gelijk aan zijn handschoenen. Mooie kleur rood ook. Echt het Robin rood zoals het hoort. Niet Ferrari rood, dat absoluut niet. Zelfs het design loopt nog helemaal door aan de zijkant. De huidskleur vind ik toch eigenlijk wel erg goed geslaagd. Het is soms wel eens heel moeilijk. Het is soms wel eens zo dat de armen bijvoorbeeld anders zijn van kleur en de hoofd wat bleker. Kan in principe wel eens gebeuren natuurlijk, niet echt, maar het is een beetje vreemd, dat is toch wel zo. En dat is hier niet het geval. Heb je problemen met het staan? Nou, natuurlijk is dat problematisch, maar dat geeft niet, want ze leveren er ook een standaardje bij, zoals je kunt zien. Met een nummer en de R van Robin. En natuurlijk. Er zit er aan de onderkant van zijn voeten ook een gaatje in. En dan, als je een beetje geluk hebt, dan blijft hij zo staan. En dat is het. Zit er ook beweging in? Ja, natuurlijk zit er beweging in. Robin heeft gewoon een... Je kan hem zijn hoofd sowieso naar boven, dat wist ik eigenlijk niet. En een beetje naar beneden doen. Ja, natuurlijk helemaal ronddraaien als je wil. Zijn armen kennen gewoon vooruit, al is het een beetje lastig, omdat zijn cape een beetje in de weg zit. En natuurlijk ook weer terug, en zijn benen ook weer vooruit, tot zover en weer terug. En dat bedoel ik dus met gelimiteerde beweging. Ja, het is ja, echt het speelgoed van toen. Toen waren ze ook ongeveer zo, maar dan in een moderner jasje. Ja, erg leuk. Ik vind het design ook wel ja, typisch van deze tijd. Een beetje geüpdate, zeg maar. Maar je ziet het ook wel, de gele cape zie je toch een klein beetje terug van vroeger. Wat ik dan mooi vind, ja, dat vind ik toch weer lastig. Maar ik vind dit, nou, ik vind het wel wat hebben. Nu dan Batman. Die is qua design niet zo heel veel veranderd. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ook beweegbaarheid is niet zo heel erg veel. Maar aan de andere kant, ja, daar koop je ze ook niet voor. Je koopt het toch weer voor design. Als je ervan houdt. Het is typisch weer van de tekenfilmserie. Gestileerd. En tegenwoordig, ja, dat willen we gewoon. En je zou zeggen, ja, dat is toch heel makkelijk. Nee, het is soms best moeilijk om het toch leuk over te brengen in zo'n serie dan. Probeer het maar eens met zo min mogelijk lijnen en zo veel mogelijk te vertellen. Daar gaat het eigenlijk dan om. Maar goed, terug naar de Batman. Ja, ook dit design vind ik weer ja, typisch Batman. Al vind ik dan wel weer, als je dat vergelijkt met Robin... Of Robin heeft een groot hoofd, of Batman heeft een kleintje. Maar goed, hou hier eventjes rekening mee. Het is ja, typisch voor kinderen bedoeld. Het is echt een speelgoedje. Wat ik vooral mooi vind, dat vertelde ik ook maar met de Robin, is ook weer de gedrapeerde cape over zijn schouder. Het is ook een los stukje. Je zou het in principe kunnen verwijderen. Want het, kijk, het gaat gewoon over zijn... hoofd heen. Het zou in principe kunnen, maar ik zou het niet aanraden. Grijs is echt grijs. Het is donkergrijs dit keer. En het lijkt wel alsof het hier en daar wat lichter is. Of het is maar schijn, maar ik weet het niet zeker. Zelfs zitten er ook nog lijntjes in. Een beetje heel erg geraffineerd hebben ze dat gedaan. Dan lijkt het net alsof het kan bewegen, maar het is toch niet zo. Kleine lijntjes bij zijn knieën.
Ook aan de zijkant van zijn borst. Ietsje breder dan. Gestileerde. Ja, ook weer die zakjes. Met de gele riem. Zijn hoofd vind ik vooral erg ja, typisch Batman en Bruce Wayne. Dat vind ik vooral echt nog het mooiste. Ja, ik vind de cape over de schouder heen ook wel. Maar ja, ik vind het ook weer erg geslaagd. Helaas vind ik het ook weer erg jammer dat er zo weinig van te koop is. Ja, want ja, het blijft nou eenmaal met deze duo. Ook deze cape is van een zacht materiaal gemaakt. En de onderkant ja, vind ik nogal vrij slordig eigenlijk. Het is een beetje afgeraafd, want zo lijkt het dan. Het had wat mooier kunnen zijn. Maar goed, hij is ook wat korter te zien. Ook Batman kan een beetje bewegen. Zijn arm kan vooruit. En natuurlijk ook weer terug. Zijn benen kunnen vooruit. Tot aan daar. En weer terug. En dan zijn hoofd kan niet naar boven kijken. Alleen maar van links naar rechts. En eventueel nog helemaal draaien als je wil. Dat is weer jammer. Dat is echt een misser vind ik dan weer. Oké, heel klein beetje dan. Als je wil dan. Dan moet je het echt forceren. Wat echt een misser is met deze lijn dan, met deze figuren, is de beweegbaarheid. Dat vind ik echt, het kan wel, maar het moet er echt uitgedrukt worden, uitgeperst worden, zou ik maar zeggen. Want echt zitten doet hij ook niet, al zou je een Batmobiel hebben, lukt dat niet. Dat is weer zo jammer, hè. Maar goed, qua design vind ik het wel erg geslaagd. En op het algemeen zou ik het dus, als ik het een cijfer zou moeten geven. Nou, toch wel een 7. Voor beide. Het algemeen. Ook dit gaat dan op het standaardje. Dan blijft hij mooi staan. Nou, zo ziet het er toch leuk uit, toch? Dit was Clayton Jellis met een Young Justice figurenreview. En dit keer was het gewoon Batman en Robin. Met twee standaardjes. Erg belangrijk trouwens, anders blijven ze niet staan. Ik dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag.